overigens, van Wayne Kelly uit Canada met 3-2. Wouter Vaas deed het daar een stuk beter. Die haalde de laatste 48. Verloor daar van Ellen Souter. En nu staan ze hier dus op het podium in Hotel Zuiderduin. 45. Dan maken ze beide hun debuut op dit toernooi. Whitehead is aan de wedstrijd begonnen. 58. En Nick Rawls is ons scheidsrechter voor deze partij. Voor Wouter Vaas was de Winmar World Masters ook het eerste echte grote televisietoernooi waar hij aan meedeed. Conan Whitehead heeft wel iets meer ervaring. Die speelde tussen 2011 en 2014 100. Een aantal jaar op de UK. Grootste prestatie zou je kunnen zeggen. Zoals het wel vaker gaat in wedstrijden waarin twee mannen staan die niet super ervaren zijn. Dat duurt het altijd even voordat ze op gang zijn. 54. Vaas nog niet op een finish. Whitehead gaat nu wel naar een finish toe. En die gaat zelfs naar een dubbel toe. Want met deze 180 laat hij dubbel 8 over voor zo dadelijk. En zo lijkt het dan Whitehead te zijn die als eerste het onder controle heeft. Kan hij ook de dubbels gooien. Dubbel 8. Nog één pijl over. No score. Nou, die gooit hij dan niet. Krijgt Wouter Vaas toch de kans op 112. Triple 19 voor tops. Eén pijltje. 92. Net eronder. Conan, you require 16. Nog een keer die dubbel 8 voor Conan Whitehead. En nu vindt hij hem. En zo is de eerste leg voor de Engelsman. Vaas laat daar weinig gras over groeien. Die staat alweer klaar om de volgende leg te spelen. De wereldranglijst staan deze twee mannen niet zo heel ver bij elkaar vandaan. Wouter Vaas is terug te vinden op plek 20. Terwijl de Nederlander hier ook zijn eerste 180 van de wedstrijd gooit. Conan Whitehead staat twee plaatsjes onder hem. Op de 22e positie. Dus ook dat doet allemaal vermoeden dat dit wel eens een wedstrijd kon zijn die dicht bij elkaar zit. 140. Voucher, you require 139. Goed weggezet door Wouter Vaas. Whitehead gaat wel een kansje krijgen. Vanaf 121. Triple 17. En bullseye heeft hij dan nodig. Die gooit hij niet. En dus komt Vaas terug. Goede leg dit van beide mannen. Voucher, you require 40. En hij maakt het ook meteen af. En zo komt Wouter Vaas op 1-1. Zo zie je ook dat bij beide mannen nu die nervositeit er een beetje uit is. De triples gaan allemaal wat makkelijker. De dubbels vallen erin. En ook dit is weer een wedstrijd die in een lekker tempo gespeeld wordt. Eighty-five.
21. Conan, you require 103. 103 voor Whitehead. Die begint met een triple 20. Was een goed begin. Wil hij naar dubbel 16 toe? Denk het wel. 11 voor dubbel 16. 71. Nou, die zit er toch wel weer een stukje vanaf. Vaas. 156. Dat gooit hij niet uit. Zo kan 81. Ook Conan Whitehead gewoon weer zijn eigen lek gaan houden. 4 dubbel 16. Ja, prima gedaan. En het is 2-1 voor de Engelsman. Engelsman die afkomstig is uit Gillingham in Kent. Eigenlijk, als je bij Calais de boot neemt aan de overkant, dan kom je in Kent uit. En deze Wouter Vaas, die woont in Ospel. En ik zal heel eerlijk zijn, dat moest ik echt even opzoeken. Maar het ligt in de buurt van Weert in Limburg. 180. Whitehead met zijn derde 180 al van deze wedstrijd. 100. Het goede nieuws voor de Engelsman is dat tot nu toe iedere leg waarin hij 180 heeft gegooid, die heeft hij ook gewonnen. Het zou moeten betekenen dat dat in deze leg ook gaat gebeuren. En ik moet zeggen, hij kreeg een wildcard voor dit toernooi, de Engelsman. Daar werden nog wel wat vraagtekens bij gezet, maar hij staat voorlopig uitstekend te spelen. Weer naar 9 darts op 121. Begint met een triple 20, gaat wel naar de 11 toe. En dan blijft bullseye over. Conan Whitehead gooit de bullseye. 121. En een 3-1 voorsprong. Keurige 12-darter van deze man. Die een 3-1 voorsprong neemt. 16. Nou, de 55. Derde speler in deze pool, de pool waar deze beide mannen in zitten, is Martin Adams. Adams toch de veteraan op niet alleen dit toernooi, maar sowieso de veteraan natuurlijk. Ja, en die zal dit zitten te bekijken. Ik zag hem zojuist nog in de spelersroom zitten. 100. En die zal toch denken van nou, daar ga ik nog best mijn handen aan vol hebben aan deze twee mannen. 100. De winnaar van deze wedstrijd hoeft morgenavond pas te spelen. Dat geldt voor alle winnaars van vanavond. 85. Speelt dan tegen de geplaatste speler. En de verliezer van vanavond die moet morgenmiddag terugkomen. Dat betekent ook dat de geplaatste speler dus morgen twee keer in actie komt. Conan, you require 107. Dubbel 20 en dubbel 16 blijft erover voor Whitehead. 75. Een Vaas wordt een beetje weggetikt op het moment door Whitehead. Zolang Whitehead ook de dubbels blijft gooien. Er zijn er weinig mogelijkheden voor de Nederlander. Maar dan moet Whitehead die dubbels wel blijven gooien. Hij moet naar links toe om over die eerste twee pijlen heen te komen. 16. Maar hoewel hij er overheen komt, niet in de dubbel. 144, ja, dan is Vaas net te ver weg. Die had onder de 100 moeten staan na 15 pijlen. Conan, you require 16. Dan zet je ook wat druk op je tegenstander. Dat doet hij nu niet. Whitehead naar dubbel 8.
Hij mist toch nog wel wat dubbeltjes in deze leg, Conan Whitehead. En Vaas mag daarvan profiteren. 86, triple 18, niet gegooid. Moet naar de 17. Daar wel, dubbel 16. En die gaat er dan net niet in. Herinnert u zich nog die eerste wedstrijd van vanavond tussen Hughes en de Nederlander Kleermaker? Terwijl Whitehead hier de 4-1 maakt. Toen was het Kleermaker die op 4-1 voor had kunnen komen. Dubbels miste. En die zag Hughes daarvan profiteren en terugkomen. Dat doet Vaas nu dus niet. Stond dit jaar 42. In de finale van het Open Oostenrijk, Wouter Vaas. Dat is in ieder geval voor dit jaar zijn beste prestatie. Verloor die finale van Robert Allenstein, de Duitser. Hij is toch met zeer constante resultaten de top 20 van de wereldranglijst binnengekomen. Whitehead heeft het in deze wedstrijd goed voor elkaar voorlopig. Wouter Vaas, 120. Hij heeft de triple 20 nodig. Nee, die gooit hij niet. En dan kon hij hier wel eens tegen een dikke nederlaag aan gaan lopen, Wouter Vaas. Een nederlaag, dat is niet altijd desastreus. Maar een hele dikke nederlaag, die wil je niet hebben. Dubbel 16 voor Conan Whitehead. En die gooit de dubbel 16. Ja, eerlijk is eerlijk. Je kunt maar één conclusie trekken aan het einde van deze wedstrijd. Conan Whitehead was veel beter dan Wouter Vaas. Het wordt 5-1. Als de plaats 5.